Eens we onze documenten hebben aangeleverd binnen Yuki, is het natuurlijk belangrijk dat we ook al deze documenten kunnen terugvinden. Alle aangeleverde documenten bij Yuki kunnen we terugvinden in ons digitaal of virtueel archief. En dit archief kunnen we terugvinden via onze tegel Archief in onze navigatiebalk. Wanneer ik daarop zou doorklikken, krijg ik natuurlijk een submenu te zien waar ik zo meteen nog wat meer uitleg over geef. Binnen het archief zelf zien we onmiddellijk een reeks grijze mappen en een reeks gekleurde mappen. De grijze of financiële mappen hebben een impact op onze cijfers, aangezien deze onze aan- en verkoopfactuur bevatten, als ook al onze banktransacties. En dit steeds onder de respectievelijke naam. Nu, deze mappen staan vast en kunnen we jammer genoeg niet gaan aanpassen. De gekleurde mappen daarentegen kan u wel aanpassen, en deze kan u volledig inrichten zoals u zelf wenst. Deze mappen kunnen bijvoorbeeld verzekeringen bevatten, oprichtingsaktes, correspondenties of bepaalde foto's voor marketing, noem maar op. U kan steeds een extra gekleurde map aanmaken door gebruik te maken van de achterste groene map. Wanneer u hierop klikt, kan u de naam van de map meegeven, een kleur bepalen en eventuele tabbladen gaan instellen. Zo. Nu, wanneer ik op zo'n grijze map zou klikken, Krijg ik rechts onmiddellijk de factuur in die kwestie te zien en kan ik steeds via de pijltjes toetsen bijvoorbeeld zeer gemakkelijk navigeren door dit archief. Nu laat ik eventjes naar het submenu gaan van archief. Stel dat u zegt van kijk, zeer handig dat al deze facturen zich digitaal bevinden en dat u geen plaats meer moet vrijmaken in uw archiefkast elk jaar dat er nieuwe mappen bijkomen, maar misschien wilt u bepaalde facturen toch nog fysiek bij hebben. Geen probleem, u kan uw archief steeds exporteren via het submenu en dan te kiezen voor exporteren. Hier kan u vervolgens kiezen welke map u wenst te exporteren en voor welke periode. Eens u op exporteren klikt, gaat u via mail een bevestiging krijgen dat uw archief werd geëxporteerd. Nu, in de volgende video ga ik u tonen hoe we veel sneller kunnen navigeren en zoeken naar bepaalde facturen of documenten. Tot daar!